dan komen de zienswijzen, schat ik in die periode. En vervolgens wil ik dan in het tweede kwartaal van het jaar 2016 daar een besluit over nemen. Nadat ik dus heel zorgvuldig met die zienswijzen aan de slag ben gegaan. Een besluit neem ik dan in het tweede kwartaal 2016. En dat ik zeg ik, maar waar ik zeg, meneer de voorzitter, spreek ik over de minister van Infrastructuur en Milieu en ik, omdat wij beiden een verantwoordelijkheid hebben in die procedure. Dat besluit is genomen en dan kan dan de Raad van State, als mensen die een zienswijze hebben ingediend met de uitkomst niet tevreden zijn, kan de Raad van State zich daar ook over buigen. Dat wat betreft Drenthe. Als ik het op deze manier voor elkaar krijg, dan moet het mogelijk zijn om in het jaar 2020 volgens afspraak die windmolens ook daar te laten draaien. Groningen, daar lopen we nog iets achter. Want Groningen, daar is nog niet, zoals in Drenthe, al een voorkeursalternatief voor bekend. Waar ik in Drenthe mee werk, dat is het voorkeursalternatief zoals dat inmiddels is vastgesteld. Groningen moet er nog gebeuren. Ik hoop dat, ik heb erom gevraagd aan het provinciebestuur om daarmee te komen. Ik hoop dat dat snel komt. En dan ben ik van plan om nog dit jaar, en dat zal in de maand december zijn, de MER, de ontwerpvergunningen, het ontwerpinpassingsplan, om dat ook ter inzage te leggen. Dan zullen daar weer zienswijzen komen naar verwachting. En dan zal ik ook daar in het tweede kwartaal van het jaar 2016 een besluit nemen over een definitieve inpassingsplan. En dan zal de Raad van State daar vervolgens, als daar nog aan hen iets wordt voorgelegd, zal de Raad van State zich daar ook vervolgens over buigen en tot een uitspraak komen. Dat wat betreft de stand van zaken voor de procedures in Groningen en in Drenthe. De heer Smaling heeft een vraag voor u. Ja, voorzitter, uw ambtenaar die in Mede is geweest zei dat het draagvlakonderzoek een rituele dans is. Is het verzamelen van de zienswijzen en daarop reageren, is dat ook een rituele dans? De minister. Medewerkers van mij zijn daar geweest. Die hebben met vertegenwoordigers van de actiegroepen gesproken. En dat is ook noodzakelijk. Dat doen wij ook voortdurend. We zijn op alle manieren bezig om bij te dragen aan het draagvlak. Daar hoort ook gesprekken, daar horen ook gesprekken bij met de grootste tegenstanders. Ik vind het niet goed dat je zo'n gesprek opneemt zonder dat je daar de ander van in kennis stelt. Maar ik vind het nog minder goed dat je zegt dat zo'n rijkscoördinatieregeling bedoeld is om er iets door te drukken. Die rijkscoördinatieregeling is helemaal niet bedoeld om er iets door te drukken. Die rijkscoördinatieregeling is ervoor bedoeld dat als er projecten zijn waarvan wij met elkaar hebben gezegd dat die van zodanig belang zijn dat je de procedures die daar allemaal voor gelden, dat je die moet bundelen en moet stroomlijnen, dat je dan op die manier op een verantwoorde wijze tot besluitvorming wilt komen. En verantwoorde wijze, dat houdt in dat je de mogelijkheden die er zijn voor inspraak, dat die volop overeind blijven en dat je die ook serieus neemt. En dat dat inhoudt dat op grond van die mogelijkheden tot inspraak, dat er veranderingen in plannen worden aangebracht. Dat is een mogelijkheid. Door de strot duwen is geen sprake van. Uitlatingen die in die zin zijn gedaan, zijn compleet fout en daar neem ik ook afstand van. Heer Smaal. Houdt het ook in dat je zou kunnen uitkomen op een situatie na het beoordelen van de zienswijze, dat er een heel alternatief energieplan voor die twee regio's komt? Dat zegt een mix van wind, zon, woningisolatie, andere zaken die hetzelfde resultaat realiseren. Is dat een mogelijkheid of sluit de minister dat uit omdat hij toch nu heel erg in die drie windparken in Drenthe dan met zoveel megawatt per paal, dat in zijn systeem zit, zou ik zeggen? Voorzitter, ik ben niet vrijblijvend een beetje aan het rommelen met die projecten. Ik heb al gezegd dat hoe het gegaan is, hè? Eerst verkiezingsprogramma's, ddan een regeerakkoord. Vervolgens wijzen provincies aan waar die windmolens zouden moeten komen waar we het nu over hebben. Je verwerkt dat in een plan wat hier weer in de Tweede Kamer wordt vastgesteld. Initiatiefnemers die komen binnen dat plan met hun initiatieven. En vervolgens pas je daar de procedures op toe. En dat betekent dat je op die manier tot ordentelijke besluitvorming wilt komen. Mijn bedoeling is om die windmolens daar ook te realiseren. Dat is nodig omdat die afspraken, die doelstellingen, volgens mij van het grootste belang zijn. Maar we gaan niet voor de flauwekul een zienswijze procedure in. En het gaat niet voor de flauwekul naar de Raad van State toe. Dat betekent, daar wordt naar geluisterd, daar wordt naar over nagedacht. Daar moet een standpunt over ingenomen worden.
En ik kan over die uitkomst niet, daar kan ik niet bij voorbaat iets over zeggen. Ik kan wel zeggen dat ik niet van plan ben om verwachtingen te wekken bij de mensen in het gebied. Dit zijn serieuze plannen, goed voorbereid, die ik voluit verdedig, die ik tot het eind wil brengen. Maar ik wil ook recht doen aan de procedure en ik wil ook recht doen aan de zienswijze van de mensen die bestuderen. En dan vervolgens tot verantwoorden waar de conclusies met betrekking tot die zienswijze komen. En ik begrijp ook dat dat werk wat ik doe daarna mogelijk nog een keer door de Raad van State opnieuw gedaan wordt. Maar ik ga niet nu de suggestie dekken van nou het kon dus zo zijn dat het dit uitkomt of dat het dat uitkomt. Nee, ik wil het op een geordende manier doen zoals ik die net heb proberen te beschrijven.